FC Utrecht sluit het trainingskamp in Duitsland af met deelname aan de Interwette Cup. Eerst een wedstrijd tegen SV Meppen, de gastheer. Vervolgens een tegen de winnaar of verliezer van Fortuna Düsseldorf, Ipswich Town. Goede kans na een half uur spelen voor deze Patrick Joosten in een wedstrijd die 45 minuten duurt. Gustafsson naar Kleiber, die zoekt Abbas. Niet gevonden en dus eindigt de wedstrijd in 0-0 en gaan penalties uitmaken wie naar de finale gaat. Hassan Amin, feilloos raakgeschoten. En datzelfde geldt voor de coole kikker Simon Gustafsson. Willy F-safe dan. Ook hij in die rechterhoek voor de 2-1. En voor de verandering, Sean Kleiber door het midden. Hij trekt de stand gelijk. Ja, zoals gezegd, die rechterhoek is toch de favoriet vandaag. Ook voor deze Stefan Poetkamer. En dat is niet anders voor Girano Kerk. 3-3 staat het inmiddels. Dan Julius Duker. Die schiet hoog over. En zo heeft Utrecht een plek in de finale volledig in eigen hand. En ligt er al behoorlijk wat druk op de schouders van deze jongeling, El Azrak. Hij verschalkt Erik Domaske. Utrecht op 4-3. Dan Max Kremer. Ook weer in de rechterhoek geschoten. En de beslissing valt als Mark van der Maro raak schiet. Dat doet hij. En zo gaat Utrecht naar de finale. En daarin treft het Fortuna Düsseldorf, dat eerder met 4-1 won van Ipswich Town. Utrecht met onder andere deze Czerny, Lonwijk en Maher in de basis. Het krijgt na 5 minuten een corner. Genomen door Emmanuelsson. Naastgekopt door Willem Jansen. Die stond daar toch vogelvrij. Gemist door alles en iedereen van Fortuna Düsseldorf. De ploeg waar Utrecht deze wedstrijd behoorlijk wat weerstand van krijgt. Dit is Erik Tommy. En ten nauwe nood met de voet David Jensen. Het schot van Erik Tommy. De huurling van VfB Stuttgart. Wederom Tommy. Nu van afstand. Ja, dit is toch een aardige poging. Jensen die de bal weg moet boksen. En als Nico Griezelman Nick Venema dan door de benen probeert te spelen, doet Venema datzelfde bij Griezelman. Die gaat er vandoor. Venema krijgt de bal terug van Lonwijk. Ook Czerny en Van der Streek zijn mee. Die laatstgenoemde probeert de bal te drukken. Lukt hem niet. In een wedstrijd die aardig loskomt. Balverovering van Adam Maher. Vaslav Czerny neemt de bal over. Van der Streek naar Lonwijk. Prachtig opengedraaid en heerlijk binnengeschoten door Lonwijk. Utrecht op 1-0 in de finale van de Interwette Cup. Door de man die overkwam van PSV. En deze voorbereiding al een aantal keer trefzeker was. Fortuna Düsseldorf heeft dan nog 20 minuten om iets te doen aan die achterstand. Zoekt ook naar die gelijkmaker. Emmanuelsson, Troepé, Van der Streek, Czerny. Ze zetten allemaal goed druk. Lonwijk is er vandoor. Die vindt Venema. Is hij trefzeker? Nee, hij scoort niet de tweede voor FC Utrecht. En dan is er in de eindfase nog één kans. Een afstandsschot van Fortuna Düsseldorf. Heel vrij getrapt. Maar het treft geen goal. En zo is Utrecht de winnaar van de Interwette Cup 2019. Met veel overtuiging aan de bal. Voetballend er doorheen spelen. Backs die opkomen. Mensen in de 16. Je scoort een goal. Je geeft relatief weinig weg. Het terugschakelen wat ook belangrijk is. Dus dat je de restverdediging bewaakt, ja, dat heb je gezien tegen een goede tegenstander. Het niveau van de tegenstanders gaat omhoog en dan moet je dit laten zien. En ja, dat is waar je natuurlijk elke dag eigenlijk mee bezig bent, ook in de training. Dan volgt er een penalty-serie tegen SV Meppen en dan zeg jij, ja, doe maar die vijfde maar. Nou, dat is niet helemaal hoe het ging. Ja, goed, uiteindelijk gaan de trainers rond van, ja, jongens, wie willen er? En ja, ik hoef niet per se te nemen. Uiteindelijk kwam het zo erop uit dat ik in het rijtje stond. En de eerste vier waren vergeven, dus ik kreeg de vijfde. Geen rekening mee gehouden in die zin dat we lijstjes klaar hadden van, ja, als het penalty is, dan bam, 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 dan zijn dit. Maar ze scoorden allemaal, dus ze staan wel allemaal op de lijst nu. Ik kreeg gewoon de bal en ik draaide weg en ik schoot er gewoon zo snel mogelijk binnen. En ik zag hem er strak ingaan, dus dat was wel een lekker gevoel, ja. Dat past echt precies, hè? Ja, kwam binnenkant paal, ging hij nog erin. Dus ik was er heel blij mee. Ja, we trainen ook op veel op dat soort aanvallen, buitenom, binnendoor.
Ja, goed, en Justin met zijn lange stelte, die kon er nog bij en die schoot een mooie verre hoek in. Dus nee, dat is ook een mooie bal van Sander, een mooi moment voor hem. Ook nieuw bij de club en ja, die pikt ook zijn goaltjes mee, dus dat is mooi. Ja, ik viel, speelde ik in de spits, maar ik viel het eigenlijk een beetje op mijn eigen manier in. Ik laat hem wat vallen, ik speel gewoon nog steeds op middenveld eigenlijk. Dus 10 of spits zou voor mij het mooiste zijn, ja. Fraaie afsluiting van het trainingskamp, ook zo met die supporters. Ja, tuurlijk. Veel mensen de moeite genomen om hier naartoe te komen. En dat moet je dan uiteindelijk belonen op het eind met die jongens. Dat ze de supporters bedanken, maar dat lijkt mij niet meer dan normaal.